President Chandrika Prasad Santokhi is afgelopen zaterdag samen met minister Albert Ramdeen van Buitenlandse Zaken aangekomen in Guyana voor de 46e reguliere CARICOM Heads of Government Meeting. Gelijk na zijn aankomst is de president begonnen met het afwerken van zijn drukke agenda. Direct na aankomst hield de president een presentatie tijdens de lancering van de Suriname-Guyana Chamber of Commerce in het Pegasus Hotel in Georgetown. De president sprak van een cruciaal initiatief om investeringen en handel tussen de twee landen te stimuleren. Hij benadrukte het belang van samenwerking en investeringen voor verhoging van de productiecapaciteit van Suriname. Binnen de CARICOM is het verwijderen van handels- en investeringsbelemmeringen tussen buurlanden een belangrijk doel. Suriname en Guyana kunnen dat bereiken door samen te werken aan het vereenvoudigen van douaneprocedures, investeringsfaciliteiten en andere aspecten. De president ziet ook voordelen in de bouw van een brug over de Corantijnrivier voor export, economische activiteiten, handel en toerisme. Hij verwelkomt het gesprek over samenwerking op het gebied van olie en gas en hoopt dat Surinaamse ondernemers zullen profiteren van de mogelijkheden om te investeren. De president was ook de keynote-spreker bij de jaarlijkse World Understanding Brunch van de Rotary Club of Georgetown. Met het internationale Rotary-thema Create Hope in the World riep de president op tot samenwerking en het brengen van hoop als wereldburgers. Hij benadrukte het belang van gemeenschapswerk en het bevorderen van vrede en harmonie binnen samenlevingen. Hij pleitte voor vrede, rechtvaardigheid en gelijkheid voor iedereen, met als doel de wereld tot een betere plek te maken voor toekomstige generaties. Verder vond gisteren de openingsceremonie plaats van de CARICOM staatshoofdenvergadering, de Heads of Government Meeting, in het National Cultural Center in Georgetown. Tijdens dit evenement ontmoette de president diverse ambtsgenoten en werden belangrijke kwesties besproken, waaronder regionale samenwerking, handel, veiligheid en klimaatverandering. Na de opening hield president Ali de gasten een welkomstreceptie, waarbij de president kort overleg had met vertegenwoordigers van andere landen, waaronder Canada, om de wederzijdse relaties te versterken. President Santokhi zal op 29 februari in Guyana belangrijke kwesties bespreken. Daarna neemt hij deel aan de 8e summit van de gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen in Sint Vincent en de Grenadines, waar hij de belangen van Suriname zal delen en oplossingen zal bespreken voor gemeenschappelijke uitdagingen. Voor de president zijn deze bijeenkomsten belangrijk voor het ontwikkelen van beleid en